Dinsdag 26 augustus speelt TEC, dat dit seizoen in de hoofdklasse uitkomt, voor de beker tegen DFS uit Opheusden. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds en wordt gespeeld op Sportpark De Lok. De mannen van Hanky Lemetemia hebben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al een aantal oefenwedstrijden gespeeld, onder andere tegen Vitesse onder 19. Deze wedstrijd werd gewonnen met 4-1. En daar ziet u nu enkele beelden van.